Hallo, Mijn naam is Jacco Verlieren van de Gebroeders Verlieren. Wij hebben een uh, akkerbouwbedrijf van uh, om en bij de 300 hectare in de omgeving van Dronten, dat ligt in Flevoland. Uh, wij bedrijven uh, gangbare uh, uh, akkerbouw, hè, maar wel, uh, in mijn ogen op een uh, hele duurzame manier. Hè, waar uh, waar uh, goed voor de grond gezorgd wordt, maar uiteindelijk ook voor uh, de maximale kwaliteit en opbrengst gaan. Wij, uh, wij steunen ook. Uh, 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 ...initiatieven zoals uh, Boer Bewust en uh, Stichting Veld uh, In de poothuipentilt, maar ook zeker in de tilt ...zijn we op zoek naar de uh, optimale knolzetting... Hè, ...wat als basis geldt voor een uh, goede opbrengst. Uh, dit begint in de winter al met uh, ethyleenbewaring... ...om de apen zo goed mogelijk voor te bereiden op het, uh, op het komende groeiseizoen. En uh, voorafgaand aan de tilt... Uh, Wordt er uh, bemest met uh, polysulfaat. Polysulfaat uh, is een product met uh, veel sulfaat, calcium en magnesium. Uh, tevens wordt er uh, fosfaat in de rij toegepast. Dit om uh, uh, zo min mogelijk fosfaat te gebruiken, maar wel op de goede plaats uh, neer te leggen. In het tiltseizoen zelf uh, eh, wordt er naast de reguliere stikstofbemesting uh, gebruik gemaakt van de producten van de plantcoaching en in ons geval is het uh, bokan. Uh, Bocan is een product ook weer met een uh, hoog, uh, hoog gehalte calcium en uh, we zijn van mening dat uh, dit uh, element calcium uh, uh, zeker ten goede komt van uh, van de knolzetting. Uh, het gaat het ruien van uh, van de nieuwe knolletjes tegen He, wat, wat dus weer geldt tot uh, ja, een, een betere knolzetting en uiteindelijk uh, een beter resultaat aan het einde van het seizoen. Wij participeren ook op de toekomst.